Als je nou niet helpt, dan lukt dat nooit op tijd. Nee, dat verdom ik. Ik ga die Duitsers echt niet helpen om de oorlog te winnen. Afmachen. Ik zei het toch. Ik heb het je gezegd. Afmachen. Sofort. Guten Tag. Auf Anweisung der deutschen Staatsgewalt fordere ich ein Zimmer in diesem Haus. Was sagt die? Halt! Komm, nu! Ich habe hier die Unterlagen für die Einquartierung. Aber Sie werden selbstverständlich dafür bezahlt. Was sagt die? Mocht doch kein Deutsch mehr praten? Kein Grapjes, komm auf, was sagt die? Iets over Einquartieren. Er kommt hier, geloof ik, wonen. Er zijn 50.000 Duitse soldaten in Nederland. En een aantal van die militairen worden bij het Nederlandse gezin ondergebracht. Daar kan je niets tegen doen. Ook stelen de Duitsers voedsel. Zoals kaas, kleding, benzine. Al die spullen hebben ze nodig voor hun leger. Daardoor blijft er voor de Nederlanders steeds minder over. En om dat zo eerlijk mogelijk te verdelen, krijgt iedereen evenveel bonnen. Om een brood te kunnen kopen, heb je een broodbon nodig. Kijk, met dit kaartje mag je een brood kopen. En je hebt nog steeds geld nodig, want je moet er wel gewoon voor betalen. Voor boter een boterbon, voor vlees een vleesbon. En voor snoep een versnaperingenbon. Maar ja, zijn je bonnen op, dan heb je pech. Maar omdat er steeds minder is, kan je zelfs met bonnen niet meer aan al je boodschappen komen. En daardoor gaan mensen steeds vroeger in de rij staan, voordat alles op is. En ook de kwaliteit van veel spullen wordt steeds slechter. Zeep is al vervangen door een soort klei. En koffie wordt van gebrande eikels gemaakt. Ook de tabak van sigaretten is niet echt. Benzine is er nauwelijks meer. Slimmerikken verzinnen andere oplossingen. Zoals een auto die op hout rijdt. En wat denk je van deze auto? Die rijdt op gas. Dat wordt opgeslagen in een enorme ballon op het dak. Als je niet veel hebt, kun je heel vindingrijk worden. En omdat de Duitsers ook rubber pikken, zijn er al snel geen fietsbanden meer. En rijden de mensen op hun velgen. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer gebrek er aan alles ontstaat. Lijn 12 rijdt niet meer. Ik heb het hele pokkenheim moeten lopen. Dan zul je vast wel trek hebben. Kom maar gauw zitten. Straks staat het hele land stil. Dan verrekken we hier allemaal nog eens van de honger. Kijk eens. Krieltjes met echte jus. Allemaal voor jou. Wij hebben al gegeten. Maar hoe kom je hier aan? Laat mij maar ritselen, dan komt het allemaal goed.
Oh. 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 Lekker, hè, vader? Ja. Van Werner. Ja, ja, dan hebben wij er toch ook iets aan die inkwartiering? Komt er van die rotmof? Hij is best aardig. Best aardig? Hij schiet met een kanon Engelse vliegtuigen uit de lucht. Ja, dat is alleen omdat hij moet. Ja, hij zou ook veel liever thuis zitten. Nou ja, dan gaat hij toch lekker. Voor ons hoeft hij hier niet te blijven, toch? Of ben ik hier de enige die wil dat die Duitsers oprotten? Ik en Wilhelmina. Ja, ik heb er even opgeborgen. Omdat anders Werner zich niet zo op zijn gemak voelt. Maar waar is Wilhelmina? Waar is mijn Wilhelmina? Waar is mijn Wilhelmina? De meeste Nederlanders willen koningin Wilhelmina terug. Maar die zit in Londen, samen met prins Bernhard. En op zijn verjaardag leggen duizenden mensen bloemen bij paleizen en standbeelden. Ze laten hiermee zien dat ze die bezetting, Hitler, Zeiss Inquart en al die soldaten maar niets vinden. Iedereen legt anjers neer. Dat zijn de lievelingsbloemen van prins Bernhard. Zijn verjaardag wordt het eerste echte protest tegen de Duitsers. En die zijn woedend. Ze vinden dat Nederland het Koningshuis maar zo snel mogelijk moet vergeten. En dus worden alle postzegels en bankbiljetten waar de koningin op staat afgebeeld, vervangen. Ook de straatnamen worden vervangen. Beatrixlaan heet vanaf nu ineens Boslaan. En koningin Wilhelminaweg wordt Parnassiaweg. Niets mag nog herinneren aan ons koningshuis. Sommige grappenmakers veranderen ook de nieuwe naambordjes in bijvoorbeeld Moffenweg. Maar er valt niets meer te lachen als een jaar later deze bordjes verschijnen. Deze bordjes worden opgehangen in winkels, in trams, bij bioscopen, sportvelden. Zelfs in zwembaden mogen Joodse kinderen niet meer komen. En allemaal omdat de Duitsers een enorme hekel hebben aan Joden. De Duitsers willen de Joodse mensen weg hebben uit Nederland. Hun Nederlandse vriendjes helpen hen daarbij door op zoek te gaan naar Joden en ze in elkaar te slaan. Nou, sommige Joden laten zich niet wegjagen en vechten terug. Nou, wanneer bij een van deze gevechten iemand sterft aan de kant van de Duitsers, nemen de Duitsers op verschrikkelijke manier wraak. Op 22 en 23 februari 1941 worden zomaar op klaarlichte dag meer dan 400 Joodse mannen opgepakt. En dat gebeurt hier, op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam. Ze worden uit hun huizen gesleept, van hun fietsen gesleurd en bij elkaar gebracht. Hier moet je kijken hoe bang ze zijn. Het is een razzia, zo heet dat. En het is de allereerste keer dat dat gebeurt. Ze worden weggevoerd met vrachtwagens en bijna niemand zal ze ooit nog zien. Want op twee na blijken ze later allemaal door de Duitsers vermoord. De Amsterdammers horen van deze razzia en zijn woedend. Oh, nein, danke. Bist du zat? Zat? Nein, ich trinke nicht. Nein, nein, nein. Zat heißt genoeg. Genoeg? Heb jij genoeg? Genoeg? Ja, we hebben meer dan genoeg van jullie. Ben jullie helemaal zat? Wat is denn los? Niks, alles goed. Goed. Durf jullie wel, hè? Tegen die gasten. Doodsbenauwd waren ze. En jullie stonden alleen maar te lachen. Stel dat je schofte. Wat is passiert? Hij dankte voor Essen. Ach, zo. Het zijn dan misschien verrekte Joden, maar het zijn wel onze Joden, ja? En daar blijven jullie vanaf. Vooral die appelwijn. Heerlijk. Wat gaat u doen, vader? Staken. Alles ligt stil. Van Zwanenburg tot Duivendrecht. En dan zullen we jullie eens laten zien wie hier de baas is. Wacht ik? Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van de gearresteerde Joden. Staakt, staakt, staakt. De communistische partij in Amsterdam roept iedereen op om het werk neer te leggen als protest tegen de razzia. Stiekem verspreiden ze overal deze stakingsoproep. En het werkt. Eerst staken de trambestuurders en daarna meer bedrijven. Zelfs in Haarlem, Zaandam en Utrecht.
Nou, de Duitsers, die pikken dat niet. En ze vermoorden ongeveer 20 mensen. De februaristaking heeft 2 dagen geduurd. Het is het eerste en het enige massale protest in de hele oorlog tegen het wegvoeren van de Joden. En daarom staat dit beeld hier. De dokwerker. Een stoere havenarbeider die zich niet zomaar opzij laat zetten. Ieder jaar, op 25 februari, komen mensen hier bij elkaar om de dappere verzetstaat van de stakers te herdenken. Na de februaristaking is wel duidelijk dat de bezetting helemaal niet mee zal vallen. De Duitsers hebben hun ware gezicht laten zien. Er breekt een zware tijd aan, want de oorlog is nog lang niet voorbij. Ze hebben je vader meegenomen. Maar Werner dan? Heeft die niks gezegd? Onze Werner? Die liep voorop. Thank you.